Dat ook soms. Maar ik heb eigenlijk een Kodak, een betere Kodak besteld. Ja. Die twee jaar. Wij gaan een beetje erachter staan. Ja, maar een uur stond niet. Jawel. Dank je wel. Hoor, maar. Thank you.
En ook Senne is erbij gekomen en hij dus mag dadelijk die bloemen in ontvangst nemen. Dus we vragen de toeschouwers oppassen. De provinciebaan moet vrijgegeven worden dus om de baan te verlaten, plaats te maken voor het normale verkeer. Dankjewel. Hallo, chef. Gelieve de baan vrij te maken, dank u. Dan komt er maar bij, zeg maar nou. Ik heb er geen bezoek. Karin Goris, waar zit Karin Goris? Ah, daar is ze. Zij zal de bloemen geven dadelijk aan de winnaar. En deze dame zal zich ontfermen om de man uit Luxemburg die beker dadelijk te overhandigen. We beginnen met de nummer 2, dames en heren. En deze dame met de beker mag zich klaarhouden. Dus die gaat naar de lange wapper hier naast mij, hier naast de burgemeester. Tom Wirken, alsjeblieft. Een applausje, dames en heren. Dat kan beter, hè? Dat kan beter, hè, dames en heren. Alsjeblieft. Oké. En dan moet het nog komen voor de winnaar. Hij gaat niet te lang trekken, dames en heren. Het is fris vandaag hier in Rotselaar. En de winnaar die was ook van in het begin mee vooraan. In de derde ronde is het ontploft, dames en heren. Hij had goede benen. Zowel de winnaar als de tweede hebben geknopt en hebben het mooi afgewerkt hier in Rotselaar. Dames en heren, Senne Leijzen. Ik heb niks gehoord. Ik heb niks gehoord, dames en heren. Applaus voor Senne Leijzen. Alsjeblieft. Ja, kom er maar bij staan hoor. Cedric Burrens, kom erbij, Cedric. Er is geen trofee voorzien, maar een derde moet erbij zijn, dames en heren. Hij en iemand anders was de snelste in dat peloton. Cedric Burrens. Oh.
Dat is mooi. Dat is schitterend, dames en heren. Want ze hebben het gemaakt vandaag. Hier die twee kleppers vooraan. Die hebben de koers naar de hand gezet. De peloton, dat wou wel. Het kon niet beter. Ze hebben ook hun best gedaan. En dan dus zo bij de C3-buurders. Zei, hola, ik ga hier nog een wagonnetje naar voren zetten. En ik ga proberen de snelste van jullie te zijn. En dat was het, dames en heren. Dat is de top 3 vandaag hier in Rotselaar. Met Senne Leysen als winnaar. Wittgen Tom als tweede. En natuurlijk met Cedric Burens als nummer 3. We gaan Senne even aan de tand voelen. En de anderen, ja, die mogen stilaan naar de kleedkamer staan. En die prijs niet meteen af te halen hier in Herberg Thuis. Dus hier de winnaar, Senne. Proficiat met deze overwinning. Is de eerste? Nee, het is de derde. Voilà, het is de derde al. Vandaag hier in Rotselaar niet een zware omloop, maar wel wat een grote opkomst van deelnemers. Hè? Ja, we waren 168 denk ik. En gaan ze met twee hebben we wel hard moeten rijden. Maar we werken nu samen. En, de laatste twee ronden ging het allemaal goed. En kon alles voorbereiden om te spelen. Die laatste twee ronden, want ik heb net gehoord, ook constant gehoord zou ik zeggen, vanuit de telecomwater, die bestandhouding bij jullie twee was optimaal, dat was prima. Ja, dat was heel goed. Ik denk dat ook wel nodig was. Zeker omdat we met zoveel waren voor het omgaan. Omdat die dan ook sowieso een hogere snelheid hadden, als dat naar de 50 man moet. En ja, daarvoor moesten we wel goed samenwerken. En ook, ja. Zijn er kenden die de concurrent die bij was? Ja. Ik zag al zo zakken dat productiebedrijf was. En dan moet je altijd oppassen. Maar ja, het was wel, het ging wel goed. Hij was ook sterk. Hij was sterk, het weten we. Hij heeft ook meer dan zijn werk gedaan vandaag hier in Rotselaar. Maar even snel, toch tamelijk snel mogen we zeggen. Vrees je niet op het einde, want u gaat niet tegenkomen in die sprint? Ja, ik wist wel dat ik zeker een grote kans maakte. Omdat ik ook wel voelde dat ik goede benen had. Dat is altijd afwachten in een sprint met twee, zeker na zo'n koers. Heel de koers vooruit, maar dat is wel goed. Opdraaien naar die finishzone in tweede stelling, optimaal hè? Ja, dat wel voor mij, dat is logisch hè. Oké, dus goed voorbereid vandaag hier en goed afgewerkt. Nog één vraag tot slot, mag ik weten wat die volgende wedstrijd is? Dinsdag PK. Veel succes. Oké, dames en heren, een applaus voor de winnaar, Senne Leysen.